Hallo allemaal, fijn dat jullie weer kijken. Dit is een reading voor de vuurtekens. De vuurtekens voor de nieuwe maan vandaag, 11 mei. Ik hoop dat alles goed met je gaat, dat je gezond en wel mag zijn. Fijn dat jullie weer kijken. Ik wil jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal. Middels de nieuwe abonnees, de donaties, de privé reading verzoekjes. Maar ook natuurlijk de vele liefdevolle, warme berichten op dit kanaal, maar ook per e-mail. Ontzettend dankbaar ben ik daarvoor. Ik waardeer dit enorm. We gaan beginnen vandaag met de Wisdom of Healing Card. Dan trek ik een overal energiekaart op wat de energie op dit moment is met die nieuwe maan voor de vuurtekens. Daarna per teken individueel, dus eerst de ram, de leeuw en dan de boogschutter. En vervolgens met de Universal, de Golden Universal Tarot, ga ik dat dan verklaren. Als je nieuw bent, wees van harte welkom. Kijk eventjes of het resoneert. Zo niet, kijk dan ook eventjes naar je andere sterrenbeeld. Bijvoorbeeld die van je ascendant, je maanteken, je noordnode, etc. Dat kan allemaal op een gegeven moment beter met je resoneren. Want als je hier naartoe bent geleid, dan is het niet voor niks. Dan is er toch een bericht voor je op dit kanaal. Bovendien, als je je meteen abonneert, dan zit je energie in dat kanaal. En dat wil vaak helpen om dan de readings beter te laten resoneren. Wat is de overal energie voor de vuurtekens voor deze nieuwe maan op 11 mei? Clear out, debris. Dus je moet de boel gaan opruimen. Dat kan de voorjaarsschoonmaak zijn. Misschien voel je wel in bepaalde situaties wat irritatie, wat stress. Misschien heb je nog wat dingen die liggen, die rekeningen die betaald moeten worden. Klusjes die je al heel lang vooruit schuift. Pak dat aan, dat brengt namelijk heel veel heling en dat brengt heel veel rust. Ook als je, het is natuurlijk een beetje kwakkelend weer. Dus misschien moet je dan toch de winterkleding naar achteren en de wat luchtige kleding naar voren in je kasten reorganiseren. Misschien moet je de was doen, want je hebt het al een poosje beslommerd. Kortom, pak de dingen aan die je moet aanpakken. Dat schept ruimte. Maar ook rotzooi wat je niet meer gebruikt. En dat kan van alles zijn. Dat kunnen spulletjes zijn. Dat kan kleding zijn die niet meer goed past. Of wat je gewoon niet meer draagt. Geef dat weg aan goede doelen. Verkoop dat. Of doe dat netjes in verhuisdozen. En doe dat bijvoorbeeld op de zolder zetten of in de kelder. Gewoon de boel lekker opruimen. Ook dan de ramen lekker openzetten. De boel laten doorluchten. De boel clearen met bijvoorbeeld sage of met Palo Santo hout. Heerlijk, gewoon even de boel opfrissen. Dan heb je weer die grote schoonmaak gemaakt. Daar is gewoon behoefte aan. Er is gewoon misschien te veel energie of te versnipperde energie. Dat kan heel erg op je gemoedsrust uit de werking hebben. Wat mogen wij weten voor onze lieve ram? Voor de ram 11 mei. Dankjewel. Leef in het moment. Die kaart was de overal kaart voor de aardetekens. Dus lieve ram, als jij ook nog aarde ergens in je chart hebt. Dus bijvoorbeeld aarde als Venus of je ascendant. Kijk dan ook eventjes naar de aardetekens. Dus leef meer in het moment. Wees in het hier en nu. Wees mindful. Wat hebben wij voor de leeuw? Wat hebben wij voor de leeuw? Appreciating everything. Ja, oog hebben voor alles. Voor alle kleine dingen. De kleine dingen zijn juist vaak de grote dingen. En nou, dat weten we onder andere wel. Sinds de corona weten we natuurlijk dat het heel belangrijk is. Dat je dat vriendschappen, dat aanrakingen, dat knuffels.
dat dat belangrijk is en dat je daar het meeste behoefte aan hebt. Maar ook de kleine dingen die je heel gelukkig kunnen maken. Dus de tijd nemen voor een heerlijk bakje thee. Misschien eens een keer die vriend of vriendin opbellen voor uit te nodigen om eens lekker samen te komen in het park. Om van gedachten te wisselen. Maar het kan ook zijn een bosje bloemen voor jezelf kopen of iets anders. Of weet ik het, lekker je huisdier knuffelen. Of je kleinkind eens een keer de hele dag bij je vragen. Of gewoon een lekkere wandeling maken. Of lekker in bad met allerlei geurkaarsjes. Als het weer lukt, een sauna behandeling nemen. Of een wellness. Of een paar daagjes weg. Het kan zo groot en zo klein als dat jij het wil. Je kan eens een keer gezellig kaarsjes 's avonds aansteken als je dat ontzettend fijn vindt. Je kan een nieuw recept uitzoeken en dat gaan koken. Kortom, kleine dingen die heel belangrijk zijn. Dus waardeer alles wat er voor je is, wat er voor je beschikbaar is. En wat hebben we voor de boogschutter voor deze nieuwe maan? Nou, de boogschutters die mogen in actie komen. Dus kom in actie in plaats van afwachten. Misschien heb je al een aantal zaken waarvan je al uitgedacht hebt van nou, ik wil dit en dit en dit doen. Maar blijf je toch op de een of andere manier, blijft het alleen maar in gedachten. Blijft het alleen maar in het droomgebied en niet echt daadwerkelijk stappen zetten. Is nu de tijd zeg maar om stappen te gaan zetten. Dat brengt namelijk ook een hoop opluchting. Stel je voor dat je zoiets hebt van ja, ik vind dat ik te weinig inkomen heb. Kom iedere maand tekort of ik kan te weinig leuke dingen doen. Nou, probeer dan een andere job te vinden. Met een wat hoger salaris. Of als je vindt van... er liggen wat klusjes en ik stel ze maar uit omdat ik het iedere keer druk heb. Nou, dit weekend, wat er ook gebeurt, plan die vrij en je gaat gewoon die zaken doen. Of die rekeningen die er liggen, betaal ze gewoon en wacht niet de hele maand af. Want het kan soms onnodig stress, irritatie geven of bepaalde afspraken die je moet maken, mensen moet gaan bellen, informeren. E-mails die je moet sturen, die je me uitstelt, ga ze gewoon doen. Dus kom in actie. Je bent misschien een periode te inactief geweest. Wat mogen wij weten voor onze lieve ram voor de nieuwe maan op deze 11e mei? Mogen wij weten? Ik moet je zeggen dat ik het dek nu heel zwaar aan vind voelen. Kan zijn dat jullie misschien in zware energie zitten. Wat mogen wij weten voor de ram? Spirits and Guides. Wat mogen wij weten voor de ram? Ze allemaal nemen? Oké. Okay. We hebben de koning van staven, de acht van bekers, de wereldkaart, de vijf van bekers. Deze? Nee. Die? Nee. Deze? Nee. Nog een kaart? Nee? Nee, spirit zegt nee. Oké. Ja, je bent een vuurteken, dus... Je mag in actie komen en die actie die bestaat uit het feit dat je niet al te veel energie moet steken en vuur en passie moet steken in het verleden, want die dingen zijn al geweest, daar heb je geen invloed op. De toekomst ook niet, je kan wel eens wat plannen, maar doe dat dan meteen. Blijf dan niet in je hoofd van, oh ja, ik moet niet vergeten om dat straks in mijn agenda te zetten of dat en dat en dat moet ik nog doen. Nee, schrijf het op of zet het in je agenda en laat het los, zodat je in het moment kunt zijn. Want dat is voor jullie cruciaal.
En laat dat wat jou te veel energie vreet, laat dat achter. Dat kan een situatie zijn, dat kunnen gedachten zijn, dat kan vrienden zijn, dat kan een geliefde zijn. Laat de dingen die er niet meer toe doen of die te veel energie van jou vergen, laat die achter. Ga gewoon een grote shift maken. He, als jij, ik weet niet hoeveel vrienden hebt op Facebook en je hebt sinds de corona heb je met van meer dan de helft niks meer gehoord. He, nog geen berichtje, niks. Ruim dat op. Als je van die mensen ook allemaal nog telefoonnummers hebt in je gsm, ruim dat op. Als jij, vrienden hebt die je alleen maar bellen als ze in de shit zitten en voor de rest je nooit opbellen voor het leukste gaan doen, korte metten mee maken. Je moet de energie opzoeken en lekker in het moment zijn. Dus weglopen van de dingen die er niet toe doen, lekker die passie zegen laten vieren in het moment. Dat is een cyclus die je mag gaan afsluiten. Je bent misschien te lang bezig geweest met je energie. Ik krijg door je energie in heel veel zaken te steken. Dus dan loopt jouw energie op heel veel dingen leeg. En dan hou je geen energie voor jezelf open. Voor leuke dingen, voor in het moment te zijn, voor te genieten. En daar mag je korte metten mee maken. En dat is een cyclus die je mag afsluiten. Klopt dat, Spirit? Wat mag ik nog meer hiervan weten? Voor een heel specifiek aantal van jullie kan het zo zijn dat je in een connectie ziet, liever dan met een andere vuurteken. Dat kan zijn een ram, een leeuw of een boogschutter. En daar gaat te veel energie in zitten in die connectie. Dat komt omdat jullie op verschillende niveaus vibreren. En jij vibreert hoger duidelijk dan deze persoon. Laat deze situatie achter. Beëindig deze cyclus. En wees niet bang voor die verandering. Het kan zijn dat je al heel lang in deze connectie zit. Je hebt eigenlijk niet het lef om die verandering onder ogen te zien. Je bent veel te veel bezig met wat je allemaal verliezen gaat op het moment dat je deze persoon achterlaat. Terwijl dat hier twee van beken staat. Er zijn nog meerdere gadigen die interesse in jou hebben. Maar je ziet het niet omdat jij te veel bezig bent met wat als ik deze persoon achterlaat. Ook daar gaat natuurlijk heel veel energie in zitten. Wees in het hier en nu. Als je in het hier en nu namelijk staat, dan sta je hier rechtop. En dan kijk je dus, en niet met de rug, maar dan kijk je dus volop van, nou, deze beken zijn omgevallen. Ik heb hier nog twee mogelijkheden. Dus ik ga ervoor en ik laat het verleden achter. Maar nu, omdat je dus met je rug hier naartoe gekeerd is en alleen maar kijkt van, wat je allemaal verliest op het moment dat je weggaat, zie je dus niet dat er nog twee mogelijkheden op jou wachten. Wat mogen wij nog meer weten? En deze keer dan voor onze lieve leeuw. Die mag wat meer waardering hebben voor de kleine dingen. En wat nog meer? De twee van munten. De harvent. De koningin van munten. Die. Deze. Die. Oké. Okay. Ja, je bent aan het wikken en aan het wegen. Het kan goed zijn dat je twijfelt of dat je constant maar aan het afwegen bent. Ja, nee, ja, nee. Dat je gewoon niet weet van hoe of wat. Maar ja, zolang je dan zeg maar aan het
aan het nadenken bent van, wil ik het wel, wil ik dit niet, zal ik het doen, zal ik het niet doen, daar gaat natuurlijk heel veel energie in zitten. Je kan maar beter gewoon de knoop doorhakken en weten van, wat wil je nou? Het kan goed zijn dat het gaat over een relatie, kan een huwelijk zijn waar je in zit, dat je aan het wikken, aan het wegen bent van, wil ik dit wel, wil ik dit niet? Klopt dat, Spirit? Maar het kan ook zijn, even kijken hoor, spiritualiteit misschien ook nog, want er kijken verschillende mensen. Ja, sommige mensen die zijn in aanraking gekomen met spiritualiteit. Misschien dat je daarom ook kijkt en je bent eigenlijk aan het twijfelen van, is dit wel wat voor mij? En dan ben je maar constant aan het twijfelen en er gaat eigenlijk best wel veel tijd in zitten. En misschien moet je daar niet te veel over nadenken en misschien moet je eigenlijk gewoon het moment nemen zoals het is. Dan kom je weer terug in je stabiliteit. Wat nou maak je, haal je jezelf eigenlijk uit je energie. Dus dan ga je uit die stabiliteit. Dus dan kom je weer terug. Dan ben je weer terug in balans. Dan kan jij duidelijkere keuzes maken. Keuzes maken, maar jij hebt ook een beetje een passieve houding. Kan goed zijn, lieve leeuw, dat jij misschien ook boogschutter in je ascendant hebt, maar dat hoeft niet. Of stier. Ja, je blijft misschien een beetje, beetje hangen in ook dagdromen van wat het wel allemaal niet zou kunnen zijn. En doe dat niet. Maak een duidelijke keus. Wil ik hiervoor gaan, ja of nee? Is spiritualiteit wat voor mij? Of is deze connectie, dit huwelijk of deze vaste relatie, is dat, past dat bij mij? Brengt dat mijn balans? Of ga ik wat knopen doorhakken? Ga ik wat besluiten nemen? Ja, ik blijf bij deze persoon of nee, ik vertrek en ik ga op zoek naar wat anders. Of spiritualiteit, ga ik volledig voor of nee, het is toch niet mijn ding. En hak gewoon die knoop door. Heb het lef. Blijf niet hangen, want je blijft heel lang nadenken, soebatten. Iedere keer maar uitstellen van, komt dan wel. Ik krijg ook bij jullie door gebrek aan wilskracht. Misschien dat je een blokkade hebt op je solar plexus, kan heel goed zijn. Dan probeer dat te cleansen, uit te balanceren. En gewoon meer en meer keuzes maken. Kan soms beginnen met kleine dingetjes, maar hoe meer keuzes je maakt, des te fijner het voelt. En dan kan je die rotzooi opruimen. Hè? Clear out your debris. Al die rotzooi aan de kant. Schoon schip maken eigenlijk. En dan je energie lekker behouden. Want anders blijf je maar wikken en wegen. Hè? Met die twee van munten. Dat is hetzelfde als dat je in een schommel zit. Je bent in beweging. Maar je komt eigenlijk nergens. Want je gaat naar voren en naar achter. Maar je blijft eigenlijk op één bepaald punt stagneren. En dat moet je niet willen. Wat mogen wij weten voor de boogschutter? Nou, de boogschutter die moest in actie komen. Dus misschien zit je te veel in de vrouwelijke energie. Dat kan. De vrouwelijke energie is vaak wat meer passief. Wat mogen wij weten voor de nieuwe maan voor de boogschutter? Deze allemaal. En dan deze erbovenop. Oké. Nou, wat hebben wij? We hebben de koning van kelken. We hebben de acht van munten. We hebben de koning van staven. Nee, sorry, de ridder van staven. En de negen van kelken. Dus even kijken hoor. Jij, lieve boogschutter,
Jij hebt bepaalde diepe gevoelens, passie, emoties voor iemand. Die mag jij gaan uiten. Als je dat doet, dan kan je ook aan deze connectie gaan werken. Als jij aan die connectie gaat werken, dan komt er ook die passie. En dan gaat dat jou die vervulling geven, maar ook die ander. Even hieronder kijken. Ja, ik krijg op dit moment door dat jij heel lang aan het wikken en aan het wegen bent. Je hebt slapeloze nachten, je legt ergens wakker van. Dat is namelijk van, ga ik wel mijn beker van liefde aanbieden aan een bepaald persoon of doe ik dat niet? Dat houdt jou wakker, dat vreet energie. Je blijft maar nadenken en je komt niet in actie. Spirit zegt, kom in actie. Dan hoef je niet meer wakker te leggen. Ga gewoon die beker aanbieden, want dit is een wens die in vervulling gaat. En dat brengt uiteindelijk ook die 9 van bekers. Dus ga ervoor, lieve boogschutter. Bedankt allemaal voor het kijken. Ik hoop dat het resoneert. Zo niet, mag je mij altijd nog benaderen voor eventueel een privé-reading. Heel veel liefde en licht. Namaste.